Hey kijkers van mijn kanaal, dit is Turms en welkom terug bij een nieuwe Community Craft. En zoals jullie weten, bij de 3000 likes doe ik een call met de kijker en we hebben het gehaald. En ik ben hier aan de lijn samen met Julian. Oh, tegelijk. We deden het tegelijk. Ja. Nice man. Hey Julian, leuk dat je bent. Leuk dat je meedoet. Ja, ik vind het ook leuk. Ja. Want jij kijkt alles, hoorde ik. Dat zei je al. Je kijkt bijna alles wat op mijn kanaal terechtkomt. Dus echt super dope dat je dat doet. Leuk dat je bij mij zo in de opname, hoe zou ik dit zeggen, dat je bij me in de call zit. Ga ik gewoon in de call, dat klinkt veel cooler. Wij hadden al voor de opnames, hadden we al een beetje gestoeid wat we gingen maken, toch? Ja, je ging lava halen en obsidian, toch? Ja, precies. Dus we gaan lava halen en obsidian en, wat gingen we nog meer doen? Naar de nether voor... Ja. Op naar de nether. Dus we gaan eerst naar beneden. Ik dump dit allemaal hier. En dan gaan we naar beneden toe. En dan moeten we die lava halen. En die obsidian. Julian, ik ga je wat vragen stellen. Hoe oud ben je? Ik ben 12 jaar, alleen ik heb best een piepstem. Hoezo heb je nou een piepstem? Nou, als ik mezelf op filmpjes hoor, als ik ga opnemen, dan heb ik echt zo'n kleuterstem of zoiets. Vind je dat ik geen hoge stem heb dan? Nee, jij hebt gewoon echt de perfecte stem. De perfectste stem ooit. Ja. Damn. Heb ik even geluk. Nee, maar ik vind niet dat je een piepstem hebt hoor, Julian. Oké. Maar vertel eens wat meer over jezelf. Wat zijn je hobby's? Wat doe je graag? Ik doe graag voetballen en Minecraft. Ja. Op de computer. En ik speel ook regelmatig League of Legends met mijn vrienden. Cool. Welke elo ben je? Of welk level? Oh, ik speel het pas net en ik ben level 8. Oh, dus beetje bij beetje word je wel hoger. Ja. Cool man. En wat hoe goed ben je in voetbal? Welke positie speel je? Wat doe je allemaal? Ik speel links. Mijn eigen echte positie is links buiten. Alleen ik word alleen maar voorstopper gezet. Wat dan? Weet ik veel. Ik stond een keertje voorstopper omdat mijn trainer of coach een andere geblesseerd was. Toen koos hij mij en toen bleek ik daar heel goed. Ja, toen deed ik het best goed. Nou, voorstopper is toch ook best wel leuk? Dan moet je telkens die spits wegduwen en zo en de bal afpakken van hem. Ja. Dat is toch cool? Ja, best vet. Want zou ik ook eens wat gaan vertellen? Want ik ben vroeger ook heb ik heel veel gevoetbald, ook heel hoog gevoetbald. Ja, waar? Bij ACV in Assen. Ken je dat? Nee, maar... Nou, ik weet het. Heb ik heel hoog gevoetbald. En dat was altijd wel cool. En ik was ook altijd spits en zo. En heel ver voor. Ik was altijd heel snel en zo. Ik was vroeger heel snel rennen. Ja, dat ben ik ook best nu. Oh, je bent ook heel snel? Ja. Ja, yeah, cool man. En toen zei mijn trainer ook een keer van... Hey Vincent, jij gaat nu voorstoppen spelen. Toen dacht ik van, ja, maar dat is toch niet leuk, weet je. Ik ben altijd spits geweest. En ik scoorde zoveel doelpunten. Dat is echt niet normaal. Ja, ik was echt als een trein. Ik had toen een keer een wedstrijd. En dan scoorde ik in 2 minuten scoorde ik 3 keer. Zo, dat is wel veel. Ja, zo goed was ik vroeger. Ik was echt, echt een diehard voetbalfan. Voor welke voetbalclub ben jij dan, Julian, als ik graag vraag? Voor Ajax. Nice, daar hebben we weer wat gemeen. Dus we zijn voetballer, we houden van Minecraft. En we zijn ook nog eens allebei voor Ajax. Ja, Feyenoord is echt slecht. Oh, er zijn ook mensen die voor Feyenoord zijn, hè, die kijken. Oh ja, sorry, geen belediging. Oké, even sorry zeg, jongens. Sorry, ook sorry namens mij. Maar wij vinden Ajax gewoon beter, dat mag, hè. Ik vind, iedereen mag voor zijn eigen club zijn, toch? Ja, iedereen heeft een mening. Daarom, en net zoals dat iemand voor PSV kan zijn. Ik ben nu heel gevaarlijk bezig. Ik dacht, ik zeg het even tegen je, hoor. Maar ik ging bijna dood. Oh, dat moeten we niet hebben. Inderdaad, dat moeten we niet hebben. Ik ga even alles hier een beetje afzetten, zo. Zo, oké. Okay. Ik ben nu alle obsidian aan het weghalen, maar laten we even verder gaan, want je bent voor Ajax. En welk team zit je nu dan? De C, de B? Ik zit nu in de D, alleen ik ga naar de C. Je gaat naar C? Ja. Oké, okay, en je zit in D1 of zo? D2. Oh, dat is toch netjes? Ja, alleen wij hebben echt een kleine club in Zandvoort. Zandvoort, dat is aan C? Ja. Zandvoort aan C. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, Zandvoort. Maar ik weet niet welke club hoor, dat weet ik niet. Nee. Maar is het een beetje mooi wonen in Zandvoort aan zee? Ja, het is prachtig. Wat doe je dan ook aan watersport?
Nou, soms gaan mijn vrienden surfen en dan doe ik wel gewoon mee. Je kan surfen ook nog? Nee, ik kan het niet, maar ik vind het wel grappig om te doen. Oh, ik wou net zeggen, word je ook nog een professioneel surfer of zo? Nee. Want dan heb ik wel met een beroemdheid hier aan de lijn. Hij kan nog goed voetballen, hij kan hard rennen. Dus je bent wel een beetje echt de sportman dus. Ja. Vet cool. Wat sport je dan ook vaak als je vrij bent van school? Want ik neem aan dat je nog op de basisschool zit nu. Ja, ik sport soms, want soms heb ik ook zin in Minecraft met mijn vrienden. Oh ja, dat is cool. Dat hoort er natuurlijk bij, hè? Soms mag je ook even lekker computeren, toch? Ja. Nice. Ik heb trouwens heel veel obsidian bijna. Ik ga nu de laatste weghalen. Ik ga je even meteen up-to-date houden. Dan hoeveel heb je er? Ik heb nu 17. Zo, dat is veel. Ja, ik heb die pickaxe toen van Lars gekregen, hè? Die is vet goed. Oh ja. Dat is echt de beste pickaxe die ik tot nu toe heb gehad. En die doet het nog steeds. Hij is nu niet kapot, is niks meer aan de hand. Je hoeft niet te echt repareren. Niet? Nee. Welke aflevering had je hem ook weer gekregen? Nou, aflevering 3 of zo, of 4. Zo. Oh, weet je wat ik vind? Wat dan? Diamonds! Lekker! Diamonds? Gewoon zo bij het lava? 4? Oh, sowieso 4 diamonds, jongen. 4 diamonds, oors. Damn! Zo even... doen we dat even. Hoe vind je die? Goed. Yeah! Ik heb diamonds gevonden. Huppatee. Kunnen er ook wel weer bij. En wat ga je daarmee doen met die diamonds? Dan mag jij zeggen. Zou ik ze in het huis plaatsen ergens? Wat dacht je in de vloer van het huis? Heb je dan wel genoeg diamonds? Ja, ik heb nog iets van 30 oors of zo. Oh, okay. Ja, ik heb heel veel diamonds. Dan kan je 3 blokken of diamonds maken. En dan haal je ook nog wat over. Ja, dat bedoel ik. Moet je nagaan. Ik ben nu eigenlijk meer aan het zoeken naar een pickaxe met Fortune 3. En dan pas ga ik alle oors kapot maken, weet je wel. Dan ben ik straks zo rijk aan diamonds. Dan ben ik gewoon een wandelende diamond machine. Dat is toch cool? Ja, best vet. Ja, dat dacht ik. Het is echt gewoon te epic. Oké, ik ga nu weer naar boven. Ik ga die obsidian terugplaatsen. Maar zou ik die diamond ore, zou ik die in de vloer plaatsen dan bij mij? Ja, jij mag ermee doen wat je wil. Het zijn jouw diamonds. Ja, dat is waar. Oké, zou ik ze in de vloer plaatsen? Ben je het daarmee eens of niet? Ja. En nee, hoor ik. Ja, en nee. Oeh, vertel. Nou, want je kan ook misschien... Nou, ik weet niet. Eigenlijk gewoon ja. Dus ik moet ze er wel in plaatsen? Ja. Oké, dan ga ik die diamonds ga ik in het midden plaatsen, want dat is het mooiste dan. Want dan kan ik de obsidian doe ik eromheen, zo in een hele mooie rand. En dan doe ik de diamonds in het midden en dan de obsidian eromheen. En dan ga ik naar de nether. Ja. Nog. En dan, dan kan ik dat daar even allemaal uitbesteden. Oké, ik ben nu bij mijn huis. Dus ik ga al het obsidian plaatsen zo. Ik weet ook wel mooi is voor blokken, die quartz blocks. Die witte? Ja. Maar we moeten wel een heel duivels huis krijgen. Ja, want jij bent van Helios. Ja, oeh. Spreek er maar niet al te hard uit hoor, want dan komen ze je s'avonds in je slaap ophalen. Oh. Oké, deze heb ik... Oh, ik heb helemaal niet eens genoeg obsidian, wist je dat? Echt niet? Nee, ik heb nog steeds niet genoeg. Oh. Ik dacht, dat redden we wel, maar... valt een beetje tegen. Wacht even hoor. Dus 1, 2, 3. Oh, wacht eens even. 2, 3. Als het goed is, kunnen die diamond ores precies in het midden staan. Zo. In de... Oh, chips. Ik heb er eentje verkeerd geplaatst. Ho. Oké, zo. Zetten we deze hier neer. Zo. En dan komt 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, die diamond ores kunnen precies in het midden. Oh, dat is goed. Ja, dat is... Oh, ze blinken. Oh, vet. Oké, wat gingen we nu doen? Naar de nether? Eerst lava, hè? Zou ik eerst de lava even in de gracht doen? Ja. Zo, oké. Doen we eerst de lava trouwens even in de gracht, ja. Ik was hier gebleven. Ik doe dit allemaal even uit mijn inventory, want dan kan ik veel sneller lava zetten. Ik vind dat lava zetten vind ik altijd heel stom werk. Ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik vind dat nooit het leukste werk, om heel eerlijk te zijn. Jij wel? Nee, het is ook niet leuk. Nee, ook met water. Ja, nou, water maakt niet uit, maar als je er één keer invalt, dan ben je dood. Ja, en het leuke van water trouwens is wel, als je eenmaal een source blok hebt, dan ben je ook heel snel, kan je water heel snel maken. Maar met lava kan dat gewoon niet. Dat is echt stom, vind ik dat. Ja. Maar niet getreurd, we hebben al 13 buckets er weer in gedaan. Zo. Daar doen we er nog één.
Hier doen we er nog één. Oh, het ziet er steeds vetter uit hoor. Geloof mij maar, als jij vanaf deze aflevering terugziet, dan ga je echt zeggen, wow, epic shit. Of zeg je dat nooit als je een video kijkt? Nou, wel van jou en van David van de Kingdom. Ja, die Kingdom van David zijn echt vet, hè? Ja, die laatste was er leuk, 141. Ja, ik had die ook gezien. Die was echt heel episch. Ja. Dus ik ben bijna de hoek om, dus we hebben bijna de hele lavapool nu een beetje gevuld. Ja? Ja, dus we gaan nu direct naar de Nether. Ik ga gewoon naar de Nether, ik neem geen zwaard mee, ik neem niks mee, ik ga gewoon naar de Nether. En dan gaan we naar de Nether, gaan we dus mensen even... Wat gingen we halen? We gaan eerst op zoek naar dat rode spul, hè? Hoe heet dat ook alweer? Nether... Rek. Ja, dat. Even kijken. Dus we gaan naar beneden. Ik heb wel een pickaxe en een schep mee. En eten. Ja. Dus op zich, ik denk dat ik het wel kan volhouden. Ja. Even kijken hoor, dat is het huisje van David daar. En dan lopen we hierheen. Als het goed is krijg ik nu jump boost. Woehoe. Oh, dat is niet de bedoeling. Oké, ik ben nu bij de portal. Ik ga nu naar binnen. En hopelijk krijgen we dan meteen alles... Oh, auw. Zo, er staat een zombie in één keer voor de deur. Ga eens weg, jij. Zo, hoppatee. Oké, ik heb hier al meteen de Nether liggen. Oh, er zit een varken in het huis hier. Oké, ik neem dit nu allemaal mee. Hoeveel zou ik er nodig... Oh, lava allemaal. Hoeveel zou ik er nodig hebben, denk je? Van wat? Van dat, hoe heet dat? Netherrack? Ik heb geen idee. Hoeveel zou ik er doen? Oh, allemaal lava hier. Kanonnen. Wat dacht je van een 2 stacks? Ja, dat kan. Jawel, hè? Dan zitten we wel safe, ja. Toch? Ja. Zo, er zit hier allemaal lava, joh. Het is niet gezond meer. Zo, uppatee. Dit nemen we allemaal mee. Dit nemen we mee. Ik heb heel veel stacks nu. Ik heb al heel veel. Maar dat maakt niet uit, uppatee. Allemaal meenemen. Zo, ik heb sowieso nu 3 stacks. Bijna. Zou dat genoeg zijn? Denk het wel. Super, ik heb meer dan 3 stacks. Even kijken hoor, algemeen spul. Ga eens kijken wat er allemaal in zit. Oh, Ilko's inventory afblijven, sorry Ilko. Netherrack zit allemaal steen in, dat is heel aardig van de mensen, weet je wel. Laten we gewoon steen in zitten. Oh, dit ziet er wel heel vet uit. Volgens mij moet namelijk dat kasteel hier ergens... Ook Witherkiller, gat in de Nether. Geen zorgen om bergen en mob. Snelste manier om ergens te komen met speed potion. Ja, dat snap ik. Maar ik zoek eigenlijk dus de Nether Castle. Of hoe heet dat nou ook weer, zo'n kasteel? Ja, Nether Castle. Ja, maar die hebben ze hier bijna niet. Dat is echt jammer. Maar ze hebben toch wel eentje gevonden? Ja, toen die tijd wel, maar ik kan weer bij god niet waar die is. Oh, oké. Even kijken hoor. Oh, ik zie wel een guest. Ik zie daar trapjes. Ik durf het niet. Ik ga terug. Ik denk als we Netherrack gebruiken, dat ook best wel cool is. Ja, kan ook. Denk je niet? Ja. Nou, dan gooien we dat Netherrack. Kan je Netherrack ook samenvoegen trouwens eigenlijk? Als een ander soort blok? Nee, volgens mij niet. Ik ga meteen even proberen. 1, 2, 3, 4. Nee, oké, nee, dat kan niet. Oké, dan gaan we dus Netherrack gaan we ook terugplaatsen in het huis. En dat doen we dan als de steunpilaren waar hout stonden. Ja, dat ging in de fik, weet je... Beetje stom, hè? Dat het zo in één keer gebeurde al. Dat hout dat afvikte door de lava. Kon ik weer alles opnieuw inrichten hier, oh. Ja. En dan moeten we de obsidian moeten we ook nog een keer gaan zoeken. Jongen, jongen, we hebben het er wel druk mee op die manier. Dus zetten we hier, zetten we Netherrack neer. Zo, 1, 2, 3, 4. Oh, dit wordt wel heel vet, hoor. Ja? Ja, dit wordt echt een beetje een evil gemeen huisje, vol met diamonds. Diamond ores en diamond blocks zitten hier overal. Oké, ik denk als we zo een beetje ervoor staan zo. Ja, dit is... Oh nee, oh, ik ben eentje vergeten, chips. Oké, even terug hoor. Zo. Ho, ik ben een beetje scheef aan het... Zo, ja, oké, deze weg. Zo, oké, deze zo... En dan gaan deze weg zo. En dan... Ja, perfect.
Ja, dit is mooi. Nou, ik denk dat we zo best wel ver zijn opgeschoten. We hebben trouwens wat Obsidian weer teruggedaan. En we zijn naar de Nether geweest voor Netherrack. Ja. Ik ga de kijkers bedanken. Ik ga jou bedanken, Julian. Ja, graag gedaan. Hartstikke bedankt dat je op dat duimpje omhoog hebt gedrukt. Nou ja, jongens, jullie zien het. Je kan zomaar meedoen in de call. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ik vond het echt leuk. Nou, super. Dat bedoel ik, jongens. Ik kan nog steeds niet geloven. Nee, toen je ook opnam, dat was het leukst. Toen ik je toevoegde, toen dacht ik echt van, nee, dat is echt niet de echte. En toen deed ze Skype aan, toen begon ik te praten. En een keer zie je iedereen achter hem meekijken. En hij zat, Julian zat helemaal zo, oh, fucking vet, wat? Die zat helemaal zo, helemaal blij. En het was heel cool. Dus ik vond het ook heel tof dat jij erbij was. Nou, kijkers, wie weet, kan een van jullie de volgende zijn. Druk gewoon lekker allemaal massaal weer op het duimpje omhoog. Bij de 3000 likes is er gewoon weer een Community Craft Call met een kijker. En jullie zien het. Als het goed verloopt, doen we gewoon de hele opname een call. En dat heb ik Julian ook verteld. En het was gewoon super tof. En hartstikke bedankt dat je er was, Julian. Ja, graag gedaan. Ik bedank alle kijkers weer voor het kijken. Druk massaal weer allemaal op het duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik zeg in ieder geval, wat zeg ik dan altijd? Ciao. Bam.